Aan de Aardijk komt een zonnepark van 37 hectare. Daarvoor heeft de gemeente grond verkocht aan Solar Energy Works BV. De verkoop van de grond levert een netto winst op van 2 miljoen euro. Het gaat om de weilanden die waren bedacht om een nieuw bouwwerk te plaatsen. Daarmee zou de grond vele malen meer waard geweest zijn. Nu is het een welkome pleister op de financiële wonden van de gemeente. De bouw van de zonnecollectoren gaat pas in de zomer van 2019 beginnen. De vergunning voor het zonnepark is verleend voor een periode van maximaal 30 jaar. Mocht eerder worden gestopt met het gebruik van het park, dan moet het eerder worden opgeruimd. Wanneer het zonnepark volop in bedrijf is, is de verwachting dat het de stroom levert voor 10.000 huishoudens.